Laten we eens naar de cijfers kijken. Die zijn interessant genoeg. Ik dacht dat de opkomst spectaculair veel hoger was dan 4 jaar geleden. Maar ik lees net in de NRC dat die goed vergelijkbaar is met die in 2019. Dat kennelijk niet zo heel veel veranderd is. Dat viel een beetje tegen, want natuurlijk als de opkomst aanzienlijk veel hoger zijn geweest, moeten we dat positief duiden. Dat betekent dat mensen die normaal niet gaan stemmen bij provinciale statenverkiezingen, dat nu dan ineens wel hebben gedaan. Ik moet zeggen dat de samenstelling van de BBB-beweging of van het electoraat toch wel wat anders was dan ik dacht. Als je dan naar de cijfers kijkt. Het is voornamelijk 50-plus en lager opgeleid. Daar komt het toch een vrij grote trekje op neer. Is het goed om de bron te noemen? Waar blijkt dat uit? Dit blijkt allemaal uit een artikel in de NRC van zaterdag. Wat start op pagina 2. Maar ja, je weet, ze hebben 26 bijvoegsels op zaterdag. Dus als je me nou vraagt welk bijvoegsel het was, dan weet ik niet meer. Okay, maar het is in ieder geval onderzocht. Maar het is het is onderzocht. En ik neem aan dat die redacteur die cijfers niet uit zijn eigen duim gezogen heeft. Maar dat die zijn vastgesteld door een of andere commissie die dat soort van dingen vaststelt. Het blijkt toch dat een groot deel van die stemmen van de BBB-beweging komt van de VVD, CDA, in het bijzonder de CDA, maar ook de PVV. Dat zijn toch de. Daarnaast hebben alle partijtjes wel iets geleverd aan de BBB-beweging, maar dit zijn toch de hoofdleveranciers. Nou, D66 tegenpol van BBB, ook best wel veel mensen. Nou, dat was niet indrukwekkend als je naar de staartjes kijkt, vergeleken met wat de VVD, de PVV en het CDA levert, is dat niet bijster indrukwekkend. Aan de rechterkant van het statistiekje zijn nog allemaal dunne gekleurde streepjes. Maar nogmaals, dat is niet. D66 verliest 1 zetel in de Eerste Kamer. Maar Ipsos had ook onderzoek gedaan en die zeiden, we vinden het toch opmerkelijk dat ook D66-stemmers naar de BBB zijn gegaan. Ja, maar dat zijn er echt niet bijster veel. Althans niet, want dit ook volgens mij in dit stuk kwamen de cijfers ook van Ipsos. Wat nog meer interessant is, is dat het aantal jongeren wat op de BBB stemt werkelijk verwaarloosbaar klein is. Er is geen enkele partij die zo weinig interesse wekt bij jongeren als de BBB. In die zin zou je kunnen zeggen is, laten we zeggen, de staying power van de BBB, als je even naar leeftijd kijkt, niet bijster groot. Het is bepaald, maar goed, dat is niet verrassend, geen stedelijke beweging. Maar vooral komt het van buiten de steden, zei ik, dat er ook in de steden fors op de BBB-beweging is gestemd. Kijk je naar die bekende boemerang van extreem welvarend Nederland, hè, Haarlem, Amsterdam, naar beneden Utrecht. Daar is relatief weinig op de BBB gestemd. Hoewel tenslotte ook de provincie Utrecht, een van de meest welvarende delen van Nederland, ook daar hebben ze tenslotte gewonnen. Al duurde het lang voordat duidelijk werd dat GroenLinks toch verloren had van de BBB-beweging in Utrecht.